even medicijnen innemen, spuffen. En daarna is alles klaar. Nou zoek ik alleen... Oh, hier heb ik hem neergelegd. Zo, hier eventjes het beeldscherm uit. De computer blijft nog even aan. Want, er staat nog een videootje in de rinder. Maar... Goedemorgen. Het is 12 februari. Ja, 12 februari. Het is nog vroeg. Ik ga zo met Raaf lopen. Maar die vond opstaan een dingetje vanmorgen. Die had niet zoveel zin, hè? Nee, je had niet zoveel zin om op te staan. Nee, je bent hier ook gelijk je bed weer ingekropen. Komt dat, vriendje? Ja, ik weet het. We gaan straks nog even extra knoedelen. Oh, we gaan eerst wandelen. Dus ik ga schoenen aantrekken. Mijn haar alweer vast, want dit is een kookweek. Ik ben ook echt alleen maar in de keuken. Morgen is er geen video. En woensdag niet, want ik heb schooldagen tot 10 uur. Er zijn open avonden, dus helaas. Donderdag ben ik er weer. Ik ben benieuwd hoe moe ik dan ben. Maar nu ga ik eerst even met de hond lopen. Als ik mijn schoenen aandoe, hè, dan kan ik ook wandelen met je. Ja, ik moet even schoenen aandoen. Ik vind jou ook heel lief hoor. Ik heb een knip in mijn veter, hè. Een knip in mijn veter. Zullen we gaan wandelen? Hoppa. Ja, we gaan hè. Even erop uit. De schoenen van gisteren staan daar nog. Nog even medicijnen innemen, spuffen. En daarna is alles klaar. Nou zoek ik alleen... Oh, hier heb ik hem neergelegd. Mijn puff. Eerste blauwe. En dan in dit geval de gele. Dat is Fluticason Propionaat. Het werkt, dat is het belangrijkste. Dat zorgt zeg maar dat ik geen longontsteking krijg. Dan ga ik naar school. En het is vandaag, begint het al met een lange dag. Maar ik heb tussendoor wel heel veel ruimte om dingen voor te bereiden voor de open dag. Dus dat is wel lekker. Morgen heb ik een dag, dan gaan we koken voor de collega's. Dus dat is echt een drukke dag. En dat geldt ook voor de woensdag. Maar dan heb ik ook nog allemaal dingen die ik gewoon moet doen voor mijn werk. In plaats behalve koken. Dus nog een drukke dag. Maar goed, dat geeft niet. Dan heb ik donderdag en vrijdag 2 werkdagen. Dan ga ik zaterdag naar mijn moeder. En dan ga ik zondag gewoon in standje rust, denk ik. Gewoon pootjes omhoog, helemaal niks. Lijkt me een heel goed idee. En dan maandag, dinsdag, woensdag. Weet ik nog niet precies hoe ik het ga verdelen met het werk. Ik heb mezelf een weektaak gegeven deze keer. In plaats van elke dag strak iets inplannen. En in die weektaak, nou ja, dat kan ik op maandag doen. Dan kan ik alles op vrijdag doen, bij wijze van. Dus moet ik even zien hoe of wat. Maar de hond ligt ingepakt. Ik ga nog even tanden poetsen. En dan zie ik jullie vanmiddag. Doei doei. Hele goede middag. Ik ben weer thuis. Ik ben eten aan het koken. We eten een kipburgertje met aardappeltjes en snijbonen. En ik heb een rollade opstaan. Die gaat voor in de vriezer. Maar goed, ik denk dat is makkelijk. Ik toch in de keuken ben. Nou, snijboontjes moeten nog 6 minuten. Dus 4:15 ongeveer gaan we eten. Beetje vroeg vandaag, want nou ja, ik was vroeg thuis. En ik wil straks nog even live. Dus nageltjes door roeren. Nou, die mogen iets zachter. Die worden een beetje bruin. Dat hoeft nou ook weer niet per se. Een beetje bruin op weg, maar niet te bruin. Nou goed, die ben ik aan het bakken. En ik ben dus burgertjes aan het bakken. Gewoon simpel AVG'tje vandaag. En vandaag lekker live. Ja, dribbel, jij ruikt het allemaal. Lekker live. Nog wat voorbereiden voor morgen even. Maar ik zag nog iets heel leuks. Kijk nou. Deze maakt uitlopers hier. Deze zijn een paar weken teruggegroeid. Dit wordt een bloemetje als het goed is. Maar ook hier en... zag ik het nou nog meer? Nou, nog ergens. Ik denk, hé, er komt leven in de brouwerij. Dus dat is leuk. Dat was erg lekker. Jammer dat ik niet zoveel trek had. Ja. Ik weet ook niet waarom. Maar het was wel lekker. Boontjes waren lekker. Lekker smaakvol. Smaakte niet naar water meer, als winst. De kip was lekker. En, waarom doe ik twee lichten aan? Nou goed, maakt niet uit. Wat had ik nou nog meer? Oh ja, krieltjes waren ook lekker. Nou ja, ik heb mijn bord niet leeg gegeten. Ik had gewoon niet zoveel trek vandaag. Terwijl ik toch niet veel gegeten heb op school. Gewoon, ja. Het is even zo. Ik ga even een video online zetten. Nou, video's online zetten. En straks ga ik live. Daar heb ik zin in. Zo, hier eventjes het beeldscherm uit. De computer blijft nog even aan. Want, er staat nog een videootje in. Deur. Maar dat betekent niet dat alle lichtjes uit moeten. De live staat klaar. Ik ga nog even het kleine kamertje hier bezoeken. En dan gaan we lekker live. Ik heb Raafje opgehangen aan de muur. Kijk, daar hangt hij. Hij is echt mooi geworden. Ik moet zeggen, door de camera vind ik hem nog mooier dan wanneer je hem in het echt ziet. Moet jullie nou eens kijken wat ik hier aantref. De dikke deur ligt hoor. Ben je van de editie luier dan lui? Weet je zo lekker. Hallo. Hey. Lach je zo lekker. Was jij een beetje een lui konijntje aan het worden? Oh, zo lekker hè. Ja. Eén meer. Eén meer? Ja? Ja? Oh. Nou, ga jij maar lekker liggen. Dan ga ik eerst even wat drinken. En gaan we dan nog even lekker naar buiten. Hoorde je goede woorden? Hoorde je goede woorden? Ja? Nou, ga je zo maar even lekker... Ja, ik vind jou ook lief. Oh. Oh. Ja, dan kan ik nog beter bij je ruiken, hè? Oh, dat vind je altijd zo lekker. Zo, deurtje dicht. Knip erop, hij was al op slot. De gordijntjes dicht, maar ik ga naar boven. Dan denk je, waarom doe je dan de gordijnen dicht? Ja, dat doe ik eigenlijk altijd standaard. Vind ik gewoon prettig. Ik neem nog even een stukje kaas mee naar boven. En dan ga ik lekker checken. Oh nee, ik moet nog even wat in de koelkast zetten. Een moment. Ik had even een rollade gebraden. En dan had ik al een deel van in de koelkast gezet. Maar dit was nog niet zo koud als de rest. Hier zijn. Ik wil de kaas pakken. Maar, oh, daar ben ik. Even zo. Even verder. Ik pak een kaasbak. Dan hoort hem trippelen. Jij krijgt het niet, mister. Ik wil even een stukje kaas. Dan ga ik nog eventjes wat achter de computer doen. En dan ga ik lekker racen kijken in mijn bed. Ik heb besloten om vroeg naar bed te gaan vanavond. En ik hoorde net dat er iemand jarig is. Die moet ik nodig even op mijn agenda, in mijn agenda zetten. Want dan kan ik volgende keer even een kaartje sturen. Dat is Lenny, lieve Lenny. Gefeliciteerd met je verjaardag. Een weekje te laat, want ja, de video's lopen wat achter. Maar hele fijne verjaardag in heel veel jaren in goede gezondheid nog gewenst. En ik ga je nu in mijn agenda zetten. En dan kan ik je volgend jaar tenminste een kaartje sturen. Want, ik heb zulke leuke kaartjes gemaakt. Dat is toch leuk om die ook op te sturen, toch? Goed, ik ga lekker naar boven. Ik zie jullie later of morgen. Maar morgen niet, maar ergens als ik video's ga editen. Dat was maandag. Ik heb werkbaar geen idee dat ik gefilmd heb. Ik heb het niet teruggekeken. Ik moet het nog op mijn schrijven zetten. Ik zie er een beetje verlopen uit, zo voel ik me ook. Want het is inmiddels donderdag en ik dacht ik ga nu maar eens even wat editen. Ik doe ondertussen even mijn haar netjes. Het zit een beetje gek nu. Het waren heftige dagen, wel hele leuke dagen, daar niet van. Maar ik ben nu wel een beetje klaar. Dus ik dacht, weet je wat, ik ga nog even video's editen. Dus vandaar. Maandag zit erop. Dankjewel voor het kijken. Morgen dus geen video. Woensdag ook geen video. Maar misschien ben ik wel live, want het is namelijk vakantie. Dus tenminste, als jullie deze video zien, is het maandagavond vakantie. Dus misschien ben ik dan wel gewoon live. Ik weet het nog niet. Ik weet niet wat er precies allemaal op de planning staat. Maar hou mijn kanaal gewoon in de gaten. Je kunt ook lid worden van de WhatsApp groep. Dan krijg je gewoon een berichtje. En af en toe stuur ik ook een leuke foto extra in. Die zie je dan niet in de vlog. Dus het is een idee. Ik kan jouw nummer dan niet zien. Jij kunt mijn nummer ook niet zien. Maar je kunt wel meekijken bij mij. Goed, dankjewel voor het kijken naar deze video. Hele fijne dag als je de video's morgens hebt gekeken. En kijk je 's avonds, dan slaap lekker mooi droog. Tot morgen. Tot niet morgen. Tot donderdag. Tot de volgende video. Doei.